eigenlijk kun je zeggen dat dit kabinet, dat kabinet noemt zich het groenste kabinet tot nu toe. Dat klopt misschien, maar ik moet ook heel eerlijk toegeven dat nogal een makkelijk record was om te vestigen met de vorige kabinetten. Maar wat we vooral zien is dat dit kabinet onder leiding van Rutte ook gisteren weer in een interview heeft gezegd, of eergisteren in de krant, ja, het klimaatbeleid moeten we natuurlijk ook een beetje rustig aan doen. We moeten niet te hard gaan. We kunnen eigenlijk meer zeggen dat Rutte een soort klimaattreuzelaar is, in plaats van de klimaatdrammer die we ook wel eens horen. Maar Rutte is geen klimaattreuzelaar als het gaat over KLM-aandelen kopen. Of hij is geen treuzelaar als het gaat over nu al weten dat Schiphol verder moet groeien. Dat er heus nog wel inspraak zal komen, dat er heus nog een onderzoek zal komen. Maar eigenlijk is de uitkomst al duidelijk. Schiphol moet groeien, Lelystad moet komen, de luchtvaart moet doorgaan. En dat is een probleem dat we op dit moment zien dat de luchtvaart al evenveel CO2 uitstoot als een land als Duitsland. Dus dat is echt het niveau waar we het nu over hebben als we het hebben over luchtvaart. En het idee van de luchtvaart is dat zij mondiaal in 20 jaar willen verdubbelen. Dus nu worden er 4 miljard reizigers vervoerd over de wereld. Dat moet verdubbeld worden in 20 jaar. Dat is echt het idee van de luchtvaart. Terwijl we ook weten, willen we Parijs halen, zullen we echt naar een nul uitstoot moeten in 2050. Dat gaan we niet halen als we iets niet gaan doen aan de luchtvaart. En dat betekent niet verbieden. Dat wordt natuurlijk wel eens gezegd, GroenLinks wil het allemaal verbieden. Nee, wat wij willen is dat daar waar het sneller, korter, goedkoper kan met treinen, gaan we dat ook stimuleren. En dat is eigenlijk de kern van ons probleem, van ons voorstel, wat ook echt nodig is. Royal Haskoning heeft al berekend dat eigenlijk van Schiphol 89.000 vluchten onnodig zijn. Daarvan de bekendste zijn bijvoorbeeld dat wij nog steeds van Amsterdam naar Brussel kunnen vliegen, terwijl daar een prima alternatief voor is met treinen. Dus waarom gebeurt het niet? Toch een paar cijfers, hoort erbij. Ik word wel eens aangeraden, noem niet te veel cijfers, maar toch moet je dat soms doen. Om aan te tonen hoe belachelijk het is, hoeveel subsidies, verborgen subsidies wij aan de luchtvaart geven. Ten eerste, luchtvaart betaalt geen belasting over kerosine. Dat komt neer op ongeveer 20 tot 32 miljard euro subsidie per jaar van Europa. Vervolgens is er geen btw op de vliegtuigtickets. Wederom komt dat neer op ongeveer 7 miljard verborgen subsidie. En dan CO2-prijs. Bijna overal zijn we nu een CO2-prijs aan het berekenen. De luchtvaart is het ons gelukt om in het Europees Parlement na lang vechten het voor elkaar te krijgen dat vluchten binnen de EU ook mee moeten doen om een CO2-prijs te gaan betalen. Alleen was het compromis wel dat ongeveer 90% gratis van die rechten nu nog worden weggegeven. Dat laat zien, dat is nu de staat van de luchtvaart. Zet daar tegenover de treinen. Voor treintickets wordt gewoon btw betaald. We hebben het merendeel van treinen gaat natuurlijk op stroom. En elk elektriciteitsbedrijf moet gewoon voor CO2 betalen en berekent dat door aan de treinvervoerder. En dan is er nog nationaal energiebeleid, waar natuurlijk ook uiteindelijk die treinen gebruik van maken. Of in ieder geval het treinverkeer. Dit laat zien de oneerlijke concurrentie die er is tussen luchtvaart en treinverkeer. En dat moeten we gaan omdraaien. Dat moeten we voor gaan zorgen, dat we nu voor gaan zorgen dat er een Europees belasting op kerosine komt. Dat die opbrengsten naar een spoorwegplan gaan. Dat reizigers die treintickets kopen eerder en makkelijker gecompenseerd kunnen worden, want dat is ook nog niet geregeld. En dat er veel meer aanbieders moeten komen ook om de treinverbindingen met elkaar aan te kunnen bieden. Want ik weet niet of u wel eens een treinticket heeft willen boeken naar bijvoorbeeld Stockholm. Bijvoorbeeld in Zweden was nog tot lange tijd was het niet eens mogelijk om in die diensten van de Zweedse spoorweg te kunnen komen. Dat is onlangs geopend, overigens dankzij de Groenen in de Zweedse regering. Mooi detail. Het verandert dus niet vanzelf. En het zijn politieke keuzes waarom tot nu toe luchtvaart nog steeds bevoordeeld wordt ten opzichte van het treinverkeer. En daarom zijn we die petitie gestart, een week geleden. En wel belangrijk,
In die ene week tijd hebben we al meer dan 30.000 handtekeningen gekregen van mensen die aangeven, ja, wij willen steun voor jullie treinplan, we willen alternatieven voor die korte verbindingen, we willen straks met de trein kunnen reizen, daar waar het niet hoeft met de vliegtuigen. En dan kunnen we een begin maken van de implementatie van het Parijs Klimaatakkoord, waarin de luchtvaart ook zijn eerlijke deel gaat doen. En dat is ons gevecht wat we gaan voeren hier in Nederland, maar ook zeker later in Brussel. En dank jullie allemaal. Als jullie nog niet getekend hebben, teken die petitie, want hoe meer druk, hoe beter. En dan kunnen we straks echt concluderen dat Rutte niet meer die klimaatreuzelaar is, maar dat hij eindelijk ook iets gaat doen aan de luchtvaart van in Nederland. Dank jullie wel.